Een maand geleden werd met een zuidenwind hele warme lucht uit Zuid-Europa aangevoerd. Midden oktober konden we dan ook nog heerlijk naar het strand. om bij flink wat zonneschijn te genieten van temperaturen van 20 tot zelfs meer dan 25 graden. Bijzonder warm voor midden oktober. En ook op dit moment hebben we te maken met hele warme lucht. die vanuit Zuid-Europa geleidelijk aan onze kant op komt. Maar zoals zo vaak laat in de herfst en tijdens de wintermaanden. als warme lucht uit Zuid-Europa naar ons toe komt, gaat dat veelal gepaard met bewolkt, regenachtig en winderig weer. Maar het zou zomaar kunnen dat we midden deze week een prachtig zonnig weer hebben... met voor de tijd van het jaar bijzonder hoge temperaturen. Op de Weerkaart. De Weerkaart voor morgen, dinsdag, zien we nog dat lage drukgebieden... met hun kernen in de buurt van de Britse eilanden invloed hebben over onze omgeving. Diverse fronten liggen in de buurt van ons land en ze veroorzaken niet alleen bewolking, maar ook regen. Rustiger is het in het Middellandse zeegebied. Italië, maar ook Spanje en Portugal genieten van vrij kalm weer en vrij milde temperaturen. Maar aan de voorzijde van dit lage drukgebied wordt die warme lucht geleidelijk aan op transport gezet richting het noorden. En wij gaan daarmee te maken krijgen. Dit is de weerkaart van woensdag. We zien dan dat de regengebieden vooral ten noorden en ten westen van ons zitten. Er er ligt nog een warmtefront over Nederland, maar dat is vooral de begrenzing tussen wolken en opklaringen. Want in de loop van woensdag begint het vanuit het zuiden prachtig op te klaren. En vooral in het zuiden zien we dan ook een prachtig zonnige woensdag op de weerkaarten. Naar het noorden toe zijn die wolkenvelden nog wat hardnekkiger. Die zuidelijke wind voert dus hele warme lucht aan, milde lucht. De temperatuur komt uit op zo'n 14, misschien wel 15 graden. Dat zijn net geen recordwaarden voor deze tijd van het jaar. Het duurt natuurlijk niet al te lang, want op de donderdag dan zien we dat er geleidelijk aan alweer wat ander weer opkomst is. Regenstoringen komen dichterbij. Vrijdag is dat ook het geval. En zaterdag, als we dan uiteindelijk aan de achterzijde komen, dan blijft het wisselvallig. Er komen allerlei buiengebieden, dit keer vanuit het noordwesten. En dat betekent dat de temperaturen omlaag gaan. Maar op dit moment, in eerste instantie dus de warme lucht uit Zuid-Europa die onze kant op komt. Dit is de afwijking ten opzichte van de norm voor deze tijd. Van het jaar en dit is dan de weerkaart voor aanstaande donderdag, waarbij de temperaturen zo'n 6-7 graden boven het normaal voor deze tijd van het jaar uit gaan komen. In het weekend zal deze kaart er overigens anders uitzien. Dan is hij niet meer rood gekleurd, maar dan begint hij zelfs wat blauwtinten te vertonen.